3 kopjes koffie per dag, is het gezond? 'Veel onderzoeken bevestigen dat het dagelijks drinken van koffie, gematigd uiteraard, bevorderlijk is voor je gezondheid. Al jaren vermijden veel mensen koffie vanwege de overtuiging dat de cafeïne schadelijk voor je gezondheid is. Ieder jaar weer bevestigen nieuwe echter onderzoeken dat het drinken van koffie juist goed voor je is. Verscheidene onderzoeken hebben aangegeven dat koffie positieve effecten heeft bij het behandelen en voorkomen van gezondheidsproblemen, zoals diabetes, Alzheimer en Parkinson. Nieuwe onderzoeken onthullen steeds meer voordelen en geweldige redenen om dit drankje te drinken. Een onderzoek uitgevoerd door het Nationaal Kankerinstituut in Bethesda, Maryland, US, en gepubliceerd in Hepatologie, liet zien dat het drinken van koffie positieve effecten op de lever heeft. Om hun onderzoek uit te voeren gebruikten wetenschappers data van de United States National Health and Nutrition Examination Survey, NANUS 1999-2010, en selecteerden ze 29.793 deelnemers met een leeftijd van 20 jaar en ouder. Vrijwilligers vulden een vragenlijst in over hun koffiedrinkgewoontes en wetenschappers onderzochten hun bloed, waarbij meerdere onderdelen van de leverfunctie gemeten werden. De reden voor dit onderzoek was het meten van de gezondheid van de levers van de deelnemers en er werd ontdekt dat degenen die 3 of meer kopjes koffie per dag dronken lagere enzymewaarden in hun lever hadden vergeleken met de personen die het niet dronken. Wetenschappers ontdekten dat andere componenten in koffie, naast cafeïne, de levergezondheid bevorderen wanneer ze gematigd geconsumeerd worden. Verminder je risico op leververvetting en fibrose met koffie. Een ander onderzoek dat ook in Hepatologie gepubliceerd werd, liet zien dat het drinken van dit drankje het risico van het ophopen van bindweefsel in de lever, fibrose, bij patiënten die last hadden van niet-alcoholische leververvetting vermindert. Het onderzoek stelde vast dat de cafeïne in koffie de ophoping van bindweefsel kan verminderen bij personen die last hebben van chronische leverziektes, zoals fibrose. Om hun onderzoek uit te voeren interviewden wetenschappers 306 personen over hun cafeïneconsumptie en verdeelden ze hen in groepen, patiënten zonder tekenen van fibrose tijdens ultrageluid, de controlegroep, degene met steatose en degene met niet-alcoholische steatose stadia 0, 1 en 2, 4. Patiënten met steatose die koffie dronken lieten een significant verschil zien vergeleken met stadium 0-1 niet-alcoholische steatose patiënten. De consumptie van stadium 0-1 niet-alcoholische steatose was hoger dan die van stadium 2-4 patiënten, wat respectievelijk een regelmatige consumptie van 58 en 36 was. Volgens experts is meer onderzoek vereist om vast te stellen welke hoeveelheid nodig is om een impact te hebben op klinische resultaten. De voordelen van dit drankje worden steeds duidelijker, al dacht men lang dat het schadelijk kan zijn voor onze gezondheid. Recente onderzoeken laten zien dat het drinken van koffie kan beschermen tegen diabetes en het zelfs kan voorkomen.
Dit geldt ook voor bepaalde soorten kanker die geassocieerd worden met obesitas, oestrogeen en insuline, zoals endometriumkanker. Dankzij de antioxidanten wordt dit drankje geassocieerd met het voorkomen van lever- en blaaskanker. Vermindert het risico op cirrose. Verlaagt je risico op hartziektes dankzij de flavonoïden. Het is aanbevolen voor hoofdpijn en bepaalde vormen van migraine. Koffieconsumptie wordt geassocieerd met een lager risico op galstenen en andere galblaasproblemen. Het consumeren van dit drankje stimuleert de maagafscheiding, vergroot de productie van gal en de contractie van de galblaas voor een betere spijsvertering. Verscheidene wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat individuen die 3 kopjes koffie per dag drinken, 50% minder kans hebben op een cognitieve achteruitgang.